Graantjes pakken erbij. Gaan lopen. Dag Pim. Vind je het niks? Koud hè? Ja, ik wilde een update maken. Maar ja, het is nu helemaal besneeuwd. Dus er is nou niet veel te zeggen. Jammer. V-Mart en de sneeuw is helemaal verdwenen. Hier en daar zie je nog wel wat liggen, maar in de tuin is het geloof ik helemaal verdwenen. Oké, even een update. Nou, zoals je ziet, de afgelopen maand houtsnippers neergelegd, frames neergezet, nieuwe bak hebben we geplaatst. Aan de andere kant zijn we ook met de houtsnippers bezig geweest. Hier moeten we nog even wat doen. Hekwerkje staat er. En hier inmiddels ook een nieuwe bak. Die moet nog gevuld worden. En hier de aardbei. Plank, rek, hek, hoe je het noemen wil. Hieronder ga ik ook het een en ander zaaien. Even terug naar de andere kant. Ik denk dat ik aan deze kant, achter die pot hier ergens, dan trek ik het door die kant op dat ik daar nog een rek neerzet. Want ik ga van de week toch wat aardbeienplantjes erbij halen. Nou, deze kant niet veel gedaan. Dametjes roepen, die krijgen zo graantjes. Hier ligt de kruidenspiraal, daar gaan we ook nog even wat mee doen. Of althans, met die stenen gaan we wat doen. Nou, hier helemaal niks gedaan, want die grond was zo bevroren. Nou, er was gewoon geen beginnen aan om met een schep de grond in te komen. Hier staat de trellis, waar ik de geurert, of de latirus in laat groeien. Of de laterus, ik zeg elke keer latirus, maar het is laterus. Deze spulletjes ook nog een plekje geven. Onder het afdak hebben we al wat opgeruimd, maar dan moeten we nog verder. Nou, de schuurdeur laat ik dicht, want die is nog niet opgeruimd. Oh, en niet te vergeten, mijn insectenhotel. Die hebben we ook nog opgehangen. Nou, nog mooi droog, hangen op een perfecte plek. Afdakje is niet zo groot, wat er boven hangt. Maar meer dan zat. Zo, een update van de uien. De shallotjes, de laterus, de knoflook,
de Latris doen het goed. Ik heb ze bij het raam gezet dat op een kiertje staat. Om ze een beetje koeler te houden, anders gaan ze te hard. De teentjes knoflook. Even kijken. Kijk, als het goed is, zie je worteltjes komen. Ben benieuwd. Hier nog meer sjalotjes. Nog niet echt activiteit. Alhoewel. Is dit er eentje? Of is die? Eens even kijken hoor. Is het goed te zien? Eerste puntje. Van de eerste sjalot. Die uit gaat lopen. Uitjes doen het beter. Kijk. Hier wel een puntje. Nog een puntje. Hier ook eentje. Nou, deze komt ook uit, zie ik. Even kijken, hoor ik me even goed de camera erop focussen. Deze gaat ook uitlopen. Nou, hier zijn de uien. Hier staan trouwens ook nog wat plantuitjes. En dit zijn niet de uien, dit is de knoflook. Hier nog meer knoflook. En hier is er eentje zich al aan het wegduwen. Dus die komt bovenop. Dus dat betekent dan daar de worteltjes aan zitten. Inmiddels heb ik Gynasea geplant. Nou, het zijn ook troosteloze plantjes. Maar ik denk dat ik ze zo meteen even lekker buiten ga zetten in het zonnetje. Misschien dat ze dan een beetje een oppeppen krijgen. Maar er zaten er dus 5 in. Maar ik heb er 1 extra. Ik heb er 6. Nou, hier de zielige aardbeiplantjes. Ik kan nou niet echt zeggen of er echt leven in zit. Deze wel. Deze zien er allemaal niet happy de peppy uit. Zelfs die in de bakken zitten, die ik in de bakken gestaan of gezet heb, die doen ook niet veel. Eerlijk gezegd, het lijkt wel of ze het slechter doen dan voorheen. Dus het is even wachten. Ja, deze is ook niet echt goed te zien. Oh, hier is die. Nou, we wachten af. Ik ga het eind van de week toch wat nieuwe aardbeiplantjes halen. Maar misschien gaan deze wel uitlopen. En ja, dan heb ik extra. De aardappeltjes. Gaat heel langzaam, maar dat geeft niks. Het hoeft niet te snel te gaan. Die gaan toch pas april, eind maart, half april de potten in en naar buiten. Maar op elke aardappel is wel een spruitje. Ja, op eentje naar. Die doet het niet echt lekker. Dat is dat kleintje. Dus, dit was een update van hetgeen wat hierboven staat. En deze potten ga ik lekker even buiten in de zon zetten. De rest laat ik binnen staan. En dan hebben we weer wat ruimte. Alhoewel ruimte, deze potten en bakjes die komen vanavond weer naar binnen. Want ze geven het geloof ik toch weer iets tegen het vriespunt aan. Dus dat gaan we nu even doen. Tot ziens! MUZIEK.